op zichzelf ben ik heel blij dat we dus na corona weer voor de tweede keer een markt hebben kunnen organiseren. Dus de 26e dit jaar. Weer op de parkeerplaats van de Driesprong. Georganiseerd door Stichting Cultureel Slochteren. Ja, ik ben op zichzelf heel blij dat we weer met een aantal hobbyisten, ambachten, weer een markt kunnen organiseren. Alleen ja, een kleine tegenvaller is toch de publieke opkomst. Die laat wat achter. Die blijft wat achter. Ja, waar ligt dat dan aan? Ja, dat is een goede vraag. Alleen ik weet het antwoord niet. Ik zou het graag van de mensen die er niet zijn willen horen. Alleen ja, dat lukt je dus dan natuurlijk niet. Ja, dus ik heb geen idee of dat ze ja, zeggen van nou, er is al zoveel te doen. We laten dit voorbij gaan. Ik weet het niet, echt niet. Nou, het is zo dat voornamelijk de oude generatie de kraam aan bemannen is. Jullie zijn druk bezig om toch ook die jonge generatie te interesseren voor hobby's, voor kunst. Ja. Hoe doe je dat? Hoe ga je die jonge generatie interesseren? Nou ja, we proberen dus contacten te leggen, ook op markten. Hè. We gaan binnenkort een advertentie lanceren. Hè, dat we dus vooral ook jonge mensen die enthousiast zijn over hun ambacht of hobby, om dus die eventueel lid te laten worden van het Gilde Slochteren. We zijn dus daar ook op zoek naar jong talent. En ja goed, dat is een publiciteitscampagne die we gaan voeren. En we willen ook wel kijken om dus met de jeugd in contact te komen, om op die manier ze te benaderen voor een ambacht, voor een hobby. En dat ze dus eventueel ook lid willen worden van het gilde en op markten willen staan. Ook hun kennis en kunde over hun ambacht of hobby, om dat te delen met de burger, zeg maar. Ja, wat voor mensen zoeken jullie? Nou, we hebben wel belang bij glas en lood. Houtdraaier zou wel mooi zijn. Maar ja, eigenlijk allerlei dingen. Vooral creatieve bezigheden, zeg maar. Waar de mensen dus echt creatief bezig zijn met hun hobby of ambacht, zeg maar. Ja, en als je nou lid bent van jullie vereniging, wat houdt dat dan in? Nou, in principe proberen wij als gilde markten te organiseren voor een deel zelf. Dan wel zorgen dat we als gilde op markten kunnen staan. En de gildeleden die kunnen dus dan daar staan. Meestal hoeven ze dan geen kraamhuur te betalen. Hè, want die krijgen wij dan vergoed van de organisatie van die markt. En ze kunnen dan toch hun ambacht showen of hun hobby. En tegelijkertijd misschien een klein beetje zakcentje bijverdienen door de verkopen van hun spulletjes die ze gemaakt hebben of wat dan ook, zeg maar. Ja, heb je dan toch een beetje de maatschappij tegen die roept van we hebben het druk en we maken ons druk en we hebben nergens tijd voor? Is dat ook een beetje wat je bij andere verenigingen hoort? Ja, het zou kunnen zijn dat dat inderdaad een van de redenen is waarom je dus heel weinig mensen tegenkomt. En wat de jeugd betreft, het kan ook zijn dat de jeugd zegt van ja, nee, daar heb ik geen zin in en dat interesseert me niks. Dat kan natuurlijk ook. Ja? Ja, hoe doorbreek je dat? Ja, dat is een goede vraag. Weet jij het antwoord? Dan zou ik zeggen, vertel het mij. Ja. Ik kaats de bal een beetje terug, maar ik heb geen flauw idee. Nee. Nou, het leuke is vandaag veel diversiteit op de markt. Ja. Wat is er zoal te zien op de markt? Nou, we hebben stenen en sieraden. Stenen bedoel ik dus met name mineralen stenen, waar sieraden van gemaakt zijn. Wat wel ook bijzonder is, dat is weer de vrienden van het oude fruit. Dus determineren van appels en peren en pruimen is hier aanwezig. Meccano, eigenlijk in mijn jeugd heb ik ook met de Meccano gespeeld. Ik denk menig een van mijn leeftijd zal dat kunnen beamen, dat in zijn jeugd met Meccano gespeeld heeft, is er altijd bij. Keramiek, dat is een wat modernere versie. Dan schilderen, aquarellen, schilderen met acryl. De vrouwen van nu zijn aanwezig met zelfs een dubbele kraam, om het zo maar te zeggen. En van alles wat. Iemand die alleen maar aan het breien is, mevrouw die aan het quilten is, ballonnen vrouwtje is hier. Dus van alles wat, eigenlijk voor iedereen wat wils. Voor ieder wat gading. Alleen ja, het publiek moet er wel op afkomen. Mensen zullen misschien denken, ik ken die meneer van de tv nu. Want je hebt ook een stenenmuseum, hè? Ik heb ook een stenenmuseum, ja. Ja. En even voor degene die dat niet weet, wat is dat voor museum en wanneer is die toegankelijk? Nou, het stenenmuseum herbergt een dubbele collectie. Dat wil zeggen een collectie zwilhoutstenen en een collectie vuurstenen artefacten. Dat is de verzameling van Kees Hartenhoff. In Slochter en omgeving wijdverbreid toch wel een begrip. Hè? Want als je een steen had die er wat vreemd uitzag, dan moest je naar Kees Hartenhoff toe. Want die wist er wel te vertellen wat het was en waar die vandaan kwam. Nou, die collectie die hebben wij ondergebracht, Marta en ik, in ons museum, in onze nieuwe boerderij. En die is op afspraak te bezichtigen. Oké, en daarvoor is ook een website? Daar is ook een website en dat is stenenmuseum.nl. En daar hangt een e-mailadres onder, info@stenenmuseum.nl. En daar kan alle informatie die mensen willen hebben, kan daar gevraagd worden. Ja,
Wat zou je tenslotte nog even willen zeggen voor mensen die twijfelen of ze wel of niet lid moeten worden van jullie vereniging? Nou, als het ze twijfelen, laat ze vooral contact opnemen. Dat ik ze informatie kan geven en dat ze op basis van informatie dan een weloverwogen besluit kunnen nemen van ik doe het wel of ik doe het niet.